Ik ga proberen de komende 100 dagen te overleven in een realistische Minecraft survival. En terwijl ik dat probeer, strijd ik tegen mijn vrienden in een competitie om de rijkste persoon in heel Minecraft te worden. Ik word de Elon Musk van Minecraft! Een echte dag duurt 24 uur, een Minecraft-dag duurt 20 minuten. En dat betekent dat we de komende 33 uur opgesloten zitten in deze wereld. En de tijd start nu. Zo, boys, we zitten in Minecraft. Wat vinden jullie ervan? Ik heb nog nooit Minecraft gespeeld. Waarom is alles vierkant? Ik vind het prachtig. Om de rijkste persoon in Minecraft te worden, moet je natuurlijk geld kunnen verdienen. Nou heb ik op Google gelezen dat 150 minecoins gelijk staat aan 1 euro in het echte leven. Dus door verschillende taken uit te voeren, bijvoorbeeld kill je eerste varken. Hey, varkentje. Kill hem. Oh, dit is easy. Hij rent zelfs voor me weg. Ah, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb 1 euro verdiend. Kan je beginnen met stacken? Oh mijn god, als dat zo easy is, dan word ik zeker wel de rijkste persoon van Minecraft. Hoe moeilijker de taak is, hoe meer geld je kan verdienen. En degene die uiteindelijk de rijkste persoon in Minecraft is geworden, wint het geld daadwerkelijk in echte euro's. Easy money. Later, ik ga geld verdienen. Het eerste wat ik ga doen, is ik ga hout hakken. Want zonder hout komen we natuurlijk niet ver. Oh, fuck, een creeper. Shit. Oh ja, wat ik vergeten was te vertellen is dat als je gekilled wordt door een monster, automatisch al je geld gereset wordt naar 0 euro. En als je gekilled wordt door een van ons, dan gaat al je geld automatisch naar degene die je gekilled heeft. Echt? S-Cube, ga je killen hier? Nee, nee, donder op! Donder op! Ah! Stop! Stop! Nee! Oh, ik heb al je geld. Oh, mijn 1 euro is weg! Hé, hey, wacht even. Waar ben ik een vrouw in Minecraft, zie ik nu? Weet je ook wat je gebruikersnaam is? Nee. Eskili. Eskili, je verkleint me gewoon. En je bent ook niet super groot. Oh jongens, ik heb een village gevonden. Yes sir. Nee. Ja man. Ja, jij gebruikt hack. Zo. Wat gebruik ik? Hex. Hex? Gewoon een varkop badgie. Ik ga zo. Oh, kijk. 1 euro naar je account. Oké, dus als je iets craft, dan krijg je ook geld naar je account. Oké, ik ben nu maar een beetje resources aan het hakken. Ik geloof dat je daardoor ook geld mee kan verdienen. Ik wil ook wel op zoek naar ijzer. Of hoe heet dat in de gamingwereld? Dat heet iron, geloof ik. Maar hoe pak je zo'n pickaxe? Hoe maak je die? Weet je dat toch ineens, jongen? In Minecraft kan je verschillende tools craften die je het leven makkelijker gaan maken. Eén daarvan is een pickaxe. Dit gaat ervoor zorgen dat je sneller door dingen heen kan hakken. Maar je kan ook zwaarden maken die je gaan helpen om zombies te killen. Kijk eens, ik heb een woede pickaxe gemaakt. Nice. Jongens, wat deze gasten niet weten is dat ik de beste ben in Minecraft. Ik ben heel veel hout aan het hakken. En ik ga natuurlijk met de bui naar huis. Ik ga ze zo hard inmaken. Au! Fallen damage! Heb je dat ook in dit spel? Ja, bro. En terwijl iedereen zijn ding aan het doen was, zat dag 3 er bijna ook alweer op. En iedereen bracht zijn nacht net iets anders door. Oh nee, volgens mij is het zombie. Het wordt avond. Laten we nu mezelf gaan inbouwen, voordat er zombies komen. Zo, klik, klik. Dakje erboven. Bam. We hebben onszelf ingebouwd, oké. Nu kan ik in ieder geval niet gekild worden door zombies. Hé, zit een kleine bledder achter me aan. What the fuck? Als het goed is, hebben villagers hier ook altijd wat chesten in hun eigen huisje staan. Oh, kijk. Huh? Hey, er ligt hier gewoon een villager te pitten. Hij ligt wel een beetje naast het bed. Ik denk dat dit mijn nieuwe vriend is. Oh, sorry. Oké. Dat was mijn nieuwe vriend. Oké, het is weer licht, dus we gaan nu weer naar buiten. Ik ben trouwens heel benieuwd hoe het met de jongens gaat. Jongens? Oh, jongens, ik heb mijn eerste iron gevonden. Echt? Kijk eens aan. 25 euro. Vind je daar ook geld mee? 25 euro per bank gekregen. Oh, joh. Maar hoe vind je die? Door de hele diepte graven, toch? Ik ben heel diep in de cave. Dus sinds we wisten dat je met iron hakken geld kan verdienen, gingen we voor de volgende 5 dagen allemaal op zoek naar iron. Maar de enige die het gevonden had, was Dario. Zulke 240 euro. Dario was veruit de rijkste persoon in Minecraft met 240 euro en 48 cent. Terwijl Eskiel 3 euro had en ik 17 euro. Maar toen, na 6 dagen intensief graven in VR en het echte leven, vond ik dan eindelijk hetgene wat ik zocht. Yes, Aaron, 25 euro has been added to your account. Yes. Appa, nog een keer 25 euro. Wow, ik heb 217 euro. Woe! Ik word rijk. Deze zon, wat een uitzicht. En terwijl de zon in Minecraft onderging, werd het langzamerhand ook steeds later in het echte leven. De uren vlogen voorbij en als we even niet aan de praat waren in de camera, dan luisterden we muziek via een mooie box. Namelijk deze teufelbox. Ze hebben mij deze box opgestuurd en jij hebt nu ook de kans om precies dezelfde box te winnen ter waarde van 250 euro. En geloof mij, deze box gaat zo ontiegelijk hard. Oké, genoeg, want ik ben buiten en iedereen hoort het. Deze box is perfect voor als je op de fiets zit onderweg naar een feestje of als je aan het gamen bent met al je vrienden, net zoals wij nu aan het doen zijn. Oh, oh,
Wat? Jongens. Ja? Jongens, ik heb groen met rood door elkaar. Dat is niet super goed, bro. Wat is dat dan? Ja, dat is koper, ouwe. Dat is het slechtste wat je kan hebben. Het stereosysteem is echt insane. Er zitten namelijk 2 tweeters in, 1 subwoofer en 2 passieve drivers die ervoor zorgen dat je niet alleen de muziek hoort, maar ook echt voelt in je benen en in je hele lichaam. Je kan langer dan 16 uur muziek luisteren met 1 accu en de box is ook gewoon te verbinden via Bluetooth. Wil je nou kans maken om deze box te winnen? Volg mij dan op Instagram @derrelsteg en volg ook Teuvel Audio_Nederland op Instagram en comment onder mijn post een reden waarom jij de box wilt winnen. Dat kan heel simpel zijn om gewoon muziek te luisteren met je vrienden of omdat je misschien nog helemaal geen box hebt. De winnaar wordt 6 juli bekendgemaakt op mijn Instagram, dus hou dat in de gaten. Op dag 13 ging ik bijna dood door fall damage. Nee! Op dag 15 killde ik mijn eerste mob en verdiende ik 1 euro. Yes! Mijn eerste spin gekild. 1 euro, let's go! En toen, op dag 17, vond ik eindelijk de jackpot. Oh, ik heb diamonds gevonden volgens mij. Dit is maar 1 diamond, dat meen je niet. Alhoewel het maar 1 diamond was, verdiende ik er wel 250 euro mee. Fucking vliegende beest achter me, wat is dit? Ah, ga dood, nee! Oh, man. Oh, Sinterine is gekild. Dat betekent dat al je money wordt gereset. Al mijn geld is je weg. Je begint vanaf 0. Wow. En al je loot. De beste Minecraft-speler van ons 3 was doodgegaan. Dario had niks of niemand om op terug te vallen, dus start hij weer helemaal vanaf 0. En omdat Dario dood was gegaan, werd Eskiel bang en besloot hij om op dag 20 een beest te maken waar hij in de nacht in kan schuilen tegen zombies. Oh, kijk hoe snel dat gaat. Ja, ja, cheats, cheats. Cheat bij Eskili. Let's go. Langzamerhand werd alles steeds duidelijker en bedacht ik een plan hoe ik de rijkste persoon in Minecraft ging worden. Mijn doel is uiteindelijk om de Ender Dragon te verslaan, want daar verdien je als het goed is het meeste geld mee, omdat dat de moeilijkste opdracht is. De Ender Dragon. Dit is de eindbaas van Minecraft. Als je deze draak doodmaakt, heb je officieel het spel Minecraft uitgespeeld. Maar om bij deze draak te komen en hem te kunnen verslaan, moet je allemaal verschillende dingen verzamelen en maken die het je super lastig gaan maken om in leven te blijven. Dit is de meest risicovolle manier om rijk te worden. Daarom staat hier de hoofdprijs op. Maar als je hem weet te verslaan, verdien je maar liefst $40.000. En dat maakt de kans heel groot dat je de rijkste persoon in Minecraft wordt. Alhoewel dit proberen te bereiken in je eentje misschien wel onmogelijk is. Op dag 25 ging ik farmen en op zoek naar eten. Op dag 27 maakte ik zwaarden en armor, terwijl Eskiel nog steeds bezig was met het bouwen van zijn huis. Dag 28 bracht ik samen met mijn villager Mattie door en ook Dario was begonnen met het bouwen van een huis. Hey jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel trots op dit huis. Wauw, wauw, wauw. Van dag 30 tot 37 gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Ik ging de hele tijd op zoek naar iron en diamonds en Eskiel vond een village. Oh, een village. Heb je een village gevonden? Hé, hey, hier is een vriend. Dit is iemand. Oh, een bed. Hé, hier is een box. Oh, loot. Op dag 39 vond ik iron en verdiende ik heel veel geld, waardoor mijn balans omhoog schoot naar €4.196.91. Boy, booswitter. Boy, booswitter. Kut, kut, kut. Nee. Nee, niet naar iron! Eskiel, daar gaat je geld. Nee! Oh, ik vind dit eigenlijk al zielig voor je, man. Ik heb zo lang gestreden voor dit iron. En een valk opeens in een grot, jullie hebben het gezien. En er staat een boogschutter beneden. Nou, tussenstand, Eskiel heeft 0. Oh, ik ben er klaar mee. Maar wacht even, als ik een monster versla, die draak, dan heb ik toch het meeste? Als je het verslaat, ja. Gaan we daarvoor. Eskiel is doodgegaan, wat betekent dat ook hij weer helemaal vanaf 0 begint en nog maar 1 leven heeft voordat hij uit het spel ligt. Oh, diamonds, gast. Serieus? Hoeveel heb jij nu dan? Oh, maar 6. 6? Shit. Dario heeft mij weer ingehaald met geld omdat hij heel veel diamonds had gevonden. Maar de gameplay was gemaakt. Als ik ervoor zorg dat ik Dario kill, krijg ik al zijn geld en goede spullen waarmee ik de Ender Dragon kan verslaan. En dan haalt niemand mij meer in en ben ik de rijkste persoon in heel Minecraft. Ik bereidde me voor op een zwaar gevecht en ging op zoek naar Dario. En toen vond ik zijn huis. Hey, dit is die osso. Ben je wel bijna? Hey, je gaat dead, hè? Gast, ik heb nog niet een zwaard, jongen. Oh, yo. Dus even. Ja! Ja! Heb al je geld? Ja! 7000 euro heb je in edit your account. Oh, Dario, je staat vanaf 0. Ik heb al geld kwijt, jongen. Sorry, man. Het spijt me, ik zeg je. Ik zat in mijn chest, jongen. Had je nog niet eens een zwaard? Ik dacht dat ik je gewoon kon hebben, jongen. Oh joh, ik heb 11k. Zelfs Eskiel staat boven je. Ja. Hoe ga je nu nog winnen? We moeten een masterplan hebben, jongen. Ik zweer het. Oké, ik vind het eigenlijk wel zielig. Want jij hebt nu 0 en Eskiel heeft ook maar 2 euro. Wat betekent dat ik echt een hele grote voorsprong heb. Ja, maar eigenlijk gaat het tenminste om die guy die de Ender Dragon kapot maakt. Dus dan krijg ik het meeste geld. Dus ik kan nog winnen. Wat zeggen jullie ervan als we gewoon met z'n drieën gaan samenwerken om die Ender Dragon te verslaan? En stel we verslaan hem, dan doen we het geld gewoon gedeeld door 3. Ik vind het een prima plan. Eskiel, hoe denk jij erover? Ja, ik vind jullie zijn wel echt de pro's natuurlijk. We gingen alle
3 akkoord met de voorwaarden. We strijden nu als een team tegen de Ender Dragon en als we hem verslaan, doen we al het geld wat we hebben verdiend, gedeeld door 3. We combineerden onze goede eigenschappen en verdeelden de taken om zo goed mogelijk voor te bereiden voor de Ender Dragon. Ja, SQ, ik denk dat jij wel goed bent in mijnen. Je had net heel veel iron gemijnd. Ja. Ik denk dat jouw zwakheden een beetje liggen bij het levend blijven. Dario was de tacticus en wist precies alle taken die we moesten uitvoeren om bij de Ender Dragon te komen. En ik was de leider van de groep. Dario, yo. Wat zijn de eerste stappen om naar de Ender Dragon te gaan? Ik heb geen idee. Jij hebt vaker Minecraft gespeeld. Ja, ja, ik denk dat de belangrijkste stap nu is dat we naar de Nether toe gaan. Dat wordt best wel taai eigenlijk. Op dag 54 troffen Dario en ik de voorbereidingen om naar de Nether te gaan, terwijl SQ ons aan het zoeken was in de map. Op dag 56 had SQ ons gevonden. Oh, ik zie een huisje. Zijn jullie bij een huisje te vallen? Ja man, kom. Oh, ik zie een naamtag. Echt? Ja. Hey jongens! Omdat Eskiel nog maar 1 leven had, wilden we het niet riskeren om hem ook mee te nemen naar de Nether. In plaats daarvan ging hij zorgen voor genoeg eten, terwijl ik en Dario op dag 60 de Nether binnenstormden. Oké, let's get it. Wow! Hey, met die VR erop is dat koude ziek. Oké, wat moeten we doen hier, Dario? Ja, we moeten eigenlijk een Nether kasteel of zoiets. Zo'n rood gebouw, die moeten we zoeken. Maar dat ging niet zonder gevaar. Oh shit, wow! Wow! Hey! Ah, lekker! Je moet er niet doodgaan, hè, Dario. Je hebt je laatste leven. En na 3 dagen zoeken hadden we eindelijk zo'n kasteel gevonden. Oké, we moeten deze kasteel naar binnen, toch? Oké, ik ga snel bouwen, Oh, dit is lastig, gast. Ik ben dood. Dit is fucking moeilijk, man. Oh, ik ging op zo'n stomme manier dood. Maar gelukkig was het door fall damage, wat betekent dat ik al mijn geld nog steeds heb. Op dag 65 ging ik terug naar Dario in de Nether. Kom. Oh, kijk uit. Oh, snel. We moeten van die gele beesten doodmaken. Om bij de Ender Dragon te komen, hebben we Blaze Rods nodig. En die krijg je alleen door deze gele monsters te killen. Hier, kill. Oh, kijk uit. Yes. Hier, nog deze. Oh, daarboven. Hoeveel spannen er tegelijk? Ik heb wortels zitten planten als een gek. Ik heb dieren gedood voor mijn leven. Oh, kijk eens hoeveel wortels. Ik heb nu 45 stuk wortels. En als laatste hadden we nog enderpearls nodig die je alleen krijgt door deze langwerpige beesten te killen. Dat is wel enge beesten, jongen. En op dag 68 waren we weer terug in de normale wereld. We hebben alle spullen verzameld, jongen. Dus dit is wat we nodig hebben voor morgen om de eindbaas te verslaan? Ja, deze Eye of Enders die gaan ons leiden naar de eindpoort. Nu we alles hadden wat we nodig hebben om naar de Ender Dragon te gaan, was het ondertussen al 3 uur 's nachts in het echte leven. Dus gingen we slapen om morgen zo fit mogelijk te zijn voor het gevecht. Slaap lekker, jongens. Goedemorgen, wakker worden. Mijn god. Zijn jullie klaar om de Ender Dragon te verslaan? Laten we de laatste voorbereidingen treffen om de Ender Dragon te verslaan. We mijnden nog even voor wat diamonds op dag 91, zodat we allemaal diamond armor en zwaarden hadden. Op dag 94 liet Dario zijn controller vallen. Oh. Op dag 96 gingen we onze wapens enchanten, wat inhoudt dat ze beter worden. En daar kreeg je ook geld voor. Boys, zijn we ready om de Ender Dragon te verslaan? Yeah. Ja! Oké. Dario, gooi de enderpearl. Waar moeten we naartoe? Om de Ender Dragon te vinden, moeten we deze gekke ballen genaamd enderpearls de lucht in gooien. Deze enderpearls leiden ons uiteindelijk de goede richting op waar het portaal naar de draak staat. We moeten heel ver lopen. Let's go! Dag, base. Show is baby. Oh. Ja, meer die kant op. Oh, we gaan naar beneden. Hieronder is dus de Ender Portal. En na wat graven en zoeken hadden we hem op dag 99 eindelijk gevonden. Oh mijn god, dit is waar we 100 dagen voor gestreden hebben in VR. We zijn solo gestart, alle 3 één man. Maar we zijn uiteindelijk een team gevormd. Met team sta je gewoon sterker. Teamverdeling. Dario, jij bent hier de tacticus. Jij weet wat we moeten doen. Yes. SQ. Zorg gewoon dat je niet doodgaat. Nou, dat is niet lief. We besloten om in de portal te springen en het gevecht te starten. Vanaf nu is het alles of niets. Dat hoor ik. We moeten naar boven. Oh shit. Waar is hij? Oh shit. Oh, hij is hier, de draak. Wow. Kan je hem ook slaan? Ja, misschien hem. Schiet. Hier, boven ons. Oh. Ja, ik heb een git. Vet cool is dit. Au! Wordt gitter slender. Skill, kijk uit. Kijk uit. Ja, maar ik ga dood nu. Kan iemand hem killen? Eet een golden apple. Nee, hij gaat me doodmaken. Ja, ik zie het. Wow. Oh, ik ben bijna dood. Skill, goed zo. Slaan. Ik hit hem. Ja, lekker. Ga door. Nog een keer. Lekker. Nog een keer. Goed zo. Nog een keer. Kom, kill hem. Hij wordt alleen maar rood. Kill hem. Ja. Hey, ik heb echt gevoel dat we gaan. We moeten goed samenwerken, boys. Ja, goed samenwerken. Oké, als hij hier komt, dan zoeken we hem weer, ja? Dan gaan we meteen met z'n 3 ambush. Gewoon. Wow. Skill, kijk uit. Oh, ik ben geraakt. 3, 2, 1. Ja. Go. Kom op. We hebben hem bijna. Oké, ik ga met mijn zwaard. Bijna. Ja!
Laatste, slaap! Ja! Oh. Ja! Ja! Heb ik hem! Ja, je hebt hem! Spirit! Lekker, lekker! Hij is weg! Op de tafel, jongens! Ja! Oh my god! Oh. Hebben we Minecraft uitgespeeld nu? Yep. Hoeveel dagen zitten we eigenlijk? Mogen we de bril afdoen? We zitten op ongeveer 2 dagen, maar jullie moeten toch nog die einddagen verslaan, dus jullie mogen nu jullie brillen afzetten. Oh. 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 Mijn ogen. Ja? Hoeveel geld hebben wij in totaal? SQ heeft 40k. Je hebt 40k verdiend met de eindbaas verslaan. Ja, ik heb 27.736 euro en Dario heeft 301 euro. Wat betekent dat we in totaal 68.000 euro hebben verdiend. En we hadden natuurlijk afgesproken, jongens, dat we dat gedeeld door 3 gaan doen. Dario. Wow. 150 euro's, alsjeblieft, SQ. Dankjewel. Als je iets kan dromen, kan je het bereiken. Bedankt voor het kijken. Later.